De harde regens van de afgelopen dagen heeft er heel veel mensen verrast. Gebieden die liggen thans blank, straten, dat is het beeld ook in vooral groot Paramaribo die er blank liggen, maar zo ook landbouwarealen en gewoon erven van mensen. Vijfde Rijweg die is zeer zwaar getroffen en vooral de landbouwers in de omgeving die hebben ernstig te verduren van wateroverlast. TBN PRIMEALERT die is er vandaag geweest, de Vijfde Rijweg, en daar spraken wij met een bewoner, gevolgd door ook een landbouwersfamilie die zwaar is getroffen door de harde regens van de afgelopen dagen. Mijn naam is Deudat. Voor nou familie naam bij jij gezet maar arme jij gezet geen rijk hoor. Oké. Kijk toe wat gebeurt met mij. Die perceel hier is niet goed om tuinbouw te doen, maar ik heb niet. Oh, ik kan hier, ouro. Kijk toe wat bar met een natuur kreeg ik. Tot naar midden hier, het naar pani. Oké. Kakari bania kijk naar hè. Sarkar bij naar deze hem. Pijsa naar hè, kie hem hem te garie bij naar. Kien leet hij. Ik zoek een stuk terrein. Manna mille hè. Ham aanvraag maar hè jego. Ik heb eentje gepraat achter reisdijk, verlengde reisdijk weg. Wil je me LAD nummer geven? Als je LAD nummer 1171. Hoe lang heeft hij al aangevraagd? Sinds 2006. De stukken zijn naar hoofdkantoor gegaan 2-3 keer is er weer terug. Omdat ik arme man ben. Arme persoon ben. Ik heb het nodig, maar ik kan niet krijgen. En wat zou je daarop doen? Je ziet hier tijblad, kool, tomaat, antroa, boulanger, banaan, sinaas, alles planten. Hier had ik 650 sinaas plantjes gezet. Okay. Alles is weg. 3 maanden lang, 2 maanden lang onder water. Mm-hmm. Ik heb niks kunnen doen. Ja. Als ik geld had, zou ik een perceel kopen, maar ik heb niet. Dus wat heeft u allemaal hier geplant, los van tijblad en peper? Ik heb hier tijblad, peper hier, en die andere stuk daar. Waar die blauwe pad is, ook de bagalien bij Martja, ook de bagalien Antroa bij Bachar Keti. Alles is onder water. Wat moet ik doen? Mange chalke dekken? Ja, maar zo meteen. Maar wat is de reden dat het water niet kan wegstromen? Kijk u, al het water van grote pan weg naar zee daar. Waar Atlantisch Oceaan is, al het water stroomt van de pijp eraf. Het kan niet, het moet een sluis daar zijn. Als het zeewater, ribak pani zakka, het is sappani chale. Met kluis of zo. Abraham, meneer Abraham, goed, le jij ik al miti karde, sappani himal. Hem kuch na kar sakele. Mange chalde, pachho dekla sauda. Maar dit is niet de eerste keer. No, fuck. Altijd. Hem te chhoor de risap. Jate rustig se baithe. Ik heb kuch na kar sakela garib aadmi ke hi haal hai bhaiya dekho hua see the 2006 ala apise sai ko sak mai mak nahi karega waarom it is a private domain grond ik weet niet waarom omdat ik een kleine man ben ik mag niet krijgen maar wat zal nu hiermee gebeuren het is klaar ik ga dood allemaal dood dus wat u kunt oogsten nu ik haal het wat maar ja voor één keer maar wilt u achterop gaan kijken? Gaan. Kijk, zoveel water. Dus volgens mij is het een onweer, dus alles veranderd. Ja. Dus nu eigenlijk. Maar ja, alles onder water, we kunnen niet water ook uitpompen. Want kijk, we hebben hele avond gedaan, maar alles ligt nog onder water. Want deze lozing trekt dus van boy grote, deze trekt niet. De eentje, kijk daar wel, het gaat niet. Nu gaat het wel. Ja, kijk, zie ik dat hij langzaam, ja. Ja, nu gaat het wel. Als deze weg is, dan gaat dit ook eruit. Dan gaan we, kunnen we ook aan de duikers openmaken. Dan gaat het maar als het 24 uur lang dat onder water zit, dan is het niets meer. Dat is alles verloren. Alles verloren. Ja, dan hebben we niets meer. Dus, ja, dus kijk die pieper ziet u al. Het is al flow. En kijk die kant. Hele avond hebben we gepompt. En zoveel benzine. Ja. Zoveel bemest. Zoveel moeite. Zoveel moeite. Zoveel medicijnen. Alles is zo duur. Maar toch proberen we onze oude dagen alles te doen, maar we kunnen niet. Maar het grond is laag, toch? We kunnen niet verder. Dus met het grond. Als het grond een beetje hoog was, maar ik zie dat iedereen onder water ligt. Dus ik kan ook niets verzeggen. Dus het is nou een. Ja, alles is weg. Ja, dus wat zullen we doen?
ik plant wat door elkaar en hoe atlet je moet niet atlet doen tennis ik kan daar ook met dit aan toe door elkaar dus dat daar waar u de kokos ja dat waar u de kokosbomen ziet dat daar heeft meneer je gisteren waar hij geplant ja alles is weg en peper ook hier kijk dingen is hier ook er alles is weg ik heb niet eens één vierkante meter goed perceel waar ik kan planten ik heb het niet. Als ik geld had, als ik rijk was, zou ik kopen. Kijk hier. Je ziet dat ik zit in een natuurkreek waar die mokmokken is. Zo diep is het daar, zo. Is het geld, dat kan je zeggen. Doro is het geld. Het is weer naar die kant gegaan. Ik heb geen stuk een mooi platgrond waar ik kan planten. Alleen maar zwamp, 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 zwamp. Kunt u vertellen, als landbouwer... U hebt dit geplant. Ja. Wat is de investering allemaal hierin? Wat heeft u allemaal moeten doen? Kunt u vertellen? Medicijnen. Ik heb hier ja. Schoongemaakt, geploegd. Ja? Plantjes had ik. Ik heb gezaaid. Antoroazade, plantjes zijn groot. Dat heb ik hier geplant. Ja? Medicijnen, alles is duur. Heb ik hier... 1 liter al bespoten medicijn. Het is karate, noem maar op. 1 liter. En daarna andere dingen ook toe. Lasso, duasso, al die dingen. Maar ja, wat moet ik doen? Krulziekte ook. Heb ik bestreed. Maar ik kan niks daaraan doen. Alles loopt hier onder water. Er is geen plaats waar het weggaat. Geen enkel plaats. Maar dit is, zegt u, niet de eerste keer. Nee, vaker. Maar toch heeft u toch geplant. Ja, ik hou van planten. Ja, dus u heeft de risico gewoon genomen. En u dacht dat het water zou wegstromen. Ja, in plaats van wegstromen is... Eerst gisteren heeft geregend. Dat is, kan niks eraan doen. Ik kan ook niet daar plukken wat die tomatenplantjes planten. Ja. Niets. Ik heb niet eens 1 vierkante meter mooi plaats. U ziet het is allemaal in feite... Verloren moeite en verloren investering. Alles. Mes is zo door 700-800 gulden een bal NPK. Ja, één zak het mag is hier weg. Eén zak urium, hier en daar. Maar had u hieruit reeds geoogst, meneer Gesatewari? Nog niet. En had u peper? Die peper heb ik 2 keer al geoogst, maar die is ook onder water. Het is verloren gegaan. Alles is verloren gegaan. Maar u plant waarvoor? Verkoop, eigen gebruik? Hiermee leef ik, laat maar zo dat. Hiermee leef ik, maar ik kan niks eraan doen. Niets eraan. En mensen zien ook. Maar ja, wie gaat kleine mensen helpen? Niemand. Maar wat zou u dan van hieruit, bijvoorbeeld aan de minister van LVV en aan de minister van Openbare Werken willen zeggen? Kijk, openbare werken, al de ministers zijn hier geweest. Niet bij mij, maar ze weten het probleem van hier. Kijk, ik zou de minister... De huidige ministers ook? Nee, die niet. Ik zou minister van LVV vragen. Kijk, waar ik ben, ik heb een stuk terrein nodig. Niet dat ik hier bijna hele Suriname, al dit overal een stuk terrein. Nee, waar ik kan mijn dingen planten. Dat ik, als ik plant, dan zie ik dat ding komt goed. Dan... Verkoop ik aan mensen, dat is mijn hobby. En mijn hobby is planten. Ja? Dat is mijn hobby. Ik hou van planten, ik hou van dingen te planten, kool, tomaat, noem maar op, alles. Maar heeft u gemerkt dat het water langzaam wegstroomt? Nee, in plaats van wegstroomt, kijk wat is gebeurd. Water hier weg. Nu zien we dat het bewolkt is, dus als het straks weer regent. Dan moet ik weg van hier, moet ik weg, alles inpakken weg. Dat is het. Dank u wel, meneer Gesatewari. Dank u wel. Ja. Help TV zoekt u als u weet een stuk terrein waar ik kan planten mijn dingen. Niet om te gaan verkopen of zo, maar dat ik heb een stuk terrein. Niet, ik wil planten. Ik hou van mijn planten. En iedereen, LPV zelf weet, derde Rijweg over hier. Iedereen weet dat. Ja, de naam kan je zeggen? Dilai. Ja, meneer Dilai. Ik kan je rotje kippen.
2-3 Regen, het heeft de afgelopen dagen geregend, dus dat is dan water van de afgelopen dagen, zegt deze meneer. Maar altijd zie je probleem bij? Nee, nee, bij altijd is het probleem. Je moet een barco barstel die pani aan je barrel heen. Kijk, ze na je barat aan je. Maar dat die ina stroom hoe je pawe? Ha, sakor barrel die pawe, sakor barrel, dier dier khali hoe het? Ha, dier dier jij je pani aan sakar. De meneer aangeeft, er is sprake van overtollig water, maar hij zegt dat het langzaam zal wegtrekken. Maar ar uchara pani aan? Dier dier sak ze, thoda thoda sakar hoe. Een beetje ja. Maar het huis is niet? Ik heb het huis gegeven, maar het huis is niet gegeven. En wat is het kunstje? Het huis is niet gegeven. In de keuken, hij heeft achter een keuken, daar is hij wel allemaal onder water. Maar in het huis heeft hij geen water. Maar jeb George Barca barst het probleem? Jeb Barca George barst het, dub ja. Als het huis is, dan is het huis niet gegeven. Maar hier is het Barca kandaal, dus in feite het probleem niet mag raar rekenen. Nou, het wat je pakken hier, als je het kaart hebt, dan is het een jungle. Safa kan je niet kan gaan, ze gaan ze niet onder hem liggen, kleren, kleren onder hem liggen, kleren. Je doet gewoon te lang op een andere hoeker. Ik heb op een andere hoeker liggen, ja, bij hem. Ja, de meneer geeft aan, want je ziet het, het zijn toch grote, diepe trenzen hier. En ik zei net aan hem van dit zou in feite niet het geval moeten zijn. Maar hij zegt er is achterstallig onderhoudswerkzaamheden hier. Zij als bewoners zorgen ervoor dat het allemaal schoongemaakt wordt. Saap, Arutjitske probleem, hè? Saap, ja, saap, ja. Samen de koos aan van de pijlerwaardie. Maar carrière, carrière, apnia lagawe. Een pijlerwaardie is opdoekje. Je hebt een lagaai rehe. Karaila raha, door raha, kajabole marcha raha, lauki raha. Je hebt een aantal dingen, je hebt een boiler, same, waar is dat? Kunji, eigen gebruik, katke beetje. Je hebt je eigen. Dus de meneer heeft wel wat aan tuinbouw gedaan, ja. Zo propo, sim, ja. Peper, marcha, ja toch, peper en zo, komkommer, dat alles had hij geplant. Maar nu vanwege de regen is alles onder water. Aar abbeleki, dhire dhire pani chal jai. Ha, maar je hebt je opraal weer barse lagi, dan kan je hier gaan jai. Ab dekho kab sab nikle hai ke sab ye pani ab na pata hai abbe. Als het weer begint te regenen, zegt hij, zullen we dan weer het probleem hebben dat het water dan blijft liggen hier of het water blijft staan hier. En dat zal dan het probleem hier moeten zijn. Acha, bahut dhanyawad aapke. Acha, aapke bahut bahut dhanyawad aap mangailo baate. Mana aise film film to janta dekh le ki kitna musibat hai yahan gaon mein hai sarkar bhi dikha jaye na.